Hallo iedereen en welkom in deze video die deel ik gemaakt van een driedelige serie, dus eigenlijk van drie video's, waarin ik het um, met jou eigenlijk wil hebben over hoe dat je fysieke signalen kan uh, leren begrijpen, zodat je weet uh, wat dat het is dat die pijn of uh, bepaalde signalen in lichaam eigenlijk willen zeggen. Nu. Um, nog te veel mensen lopen eigenlijk vast uh, en ze krijgen fysieke problemen, maar weten eigenlijk niet waar dat de kern van die disbalans ligt. En dus als je snel uh, begrijpt wat dat je lichaam toont, dan kan je eigenlijk alle fysieke signalen, alle fysieke problemen omhankeren en transformeren zodanig dat je volledige energiesysteem eigenlijk weer volledig in balans komt. Nu, om een voorbeeld te geven, lange tijd heb ik uh, lage rugpijn gehad. En ik dacht dat het kwam doordat uh, ik als hoogzwangere mijn, twee, mijn tweejarige zoon eigenlijk ook uh, er, uh, droeg uh, om in slaap te wiegen. En uh, nu dertien jaar later weet ik dat dat eigenlijk niet waar is. Of veertien jaar later moet ik bijna zeggen. Veertien jaar later, komt, maakt niet uit. Um, want uiteindelijk ben ik op zo'n punt gekomen um, en heb ik de verbinding met mijn lichaam zodanig hersteld dat ik eigenlijk voel wanneer ik een ijsprong heb. En het leuke nieuws is, is dat eigenlijk iedereen die relatie met zijn lichaam weer kan gaan herstellen. Zodanig dat je weer uh, weet wat dat bepaalde signalen, wat dat bepaalde pijntjes of steken of uh, trillingen zelfs eigenlijk willen, of willen betekenen. Het vraagt natuurlijk enkel om naar binnen te gaan, om je eigen demonen aan te kijken. Want veel te vaak gaan we natuurlijk de uh, rechthoos naar buiten en gaan we eigenlijk gaan kijken van... Uh, wat de uitleg en verklaringen zijn van buitenaf. Omdat dat logisch lijkt, omdat iedereen dat doet. En dat maakt dat we gaan settelen in een waarheid die eigenlijk totaal niet resoneert met jouw energie. Uh, wat dat maakt, dat je eigenlijk een groter probleem krijgt. Want je gaat eigenlijk nog meer gaan vervreemden van wie dat je zelf bent. Uh, nu, om daarin een aantal inzichten te geven en je uit te leggen Waarom het belangrijk is om op een andere manier met je lichaam om te gaan, om op een andere manier naar je lichaam te gaan kijken, heb ik dus deze drie video's gemaakt en gecreëerd. Um, ik zie dat het, het licht in mijn video constant verandert. Ik weet niet wat, dat, wat dat de reden daarvan is. Uh, in ieder geval, dat is een merkregioze dus, dus we gaan er maar mee. Ik hoop wel dat het geluid deze keer wel opgenomen is, want het is al de drie, derde keer dat ik deze week probeer de video's op te nemen. Dus... Uh, het is crazy heavy energy, moet ik zeggen. Nu, voordat ik verder ga, wil ik eigenlijk eventjes iets um, kort gaan vertellen over wie dat ik ben. Niet over van wat dat mijn naam is en wat ik doe en mijn leeftijd enzovoort. Nee, 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 zeker niet. Um, want uiteindelijk het, het, is dat niet belangrijk. Maar wel nog wat dat betekent om met mijn energie te verbinden. Vooral het stukje waarin dat ik een Arcturisch sterrenzaad ben. Want je weet het of niet, um, Arcturisch zijn eigenlijk meester healers. Dus dat betekent dat het um, belangrijker is om te weten dat we eigenlijk met een heel belangrijk aantal in deze tijd geïncarneerd zijn. Om een aantal van de ver vooruitstreemde lichttechnologie naar de aarde te brengen. En deze technologie ondersteunt de mensen in het verhogen van um, hun energie doorheen, dus van een frequentie doorheen het ascentieproces. Het activeert ook het licht te gaan, waardoor uiteindelijk healing een stuk versnelt. En er niet langer door geen schaduwen en pijnen en, en blokkades moet gaan die nodig zijn. Zodanig dat eigenlijk ook je healing, je ascensieproces, gewoon geoptimaliseerd wordt voor waar, wie dat je bent, waar je staat en wat lessen waren je ziel wilt wou komen leren. En als extra helpt het eigenlijk ook om gewoon bewuster te verbinden met jezelf, maar ook met je eigen sterrenafkomst en dus zijn met je kosmische familie. Allemaal met doel. Om jezelf echt te leren kennen, wie dat je echt bent. Niet in de incarnatie die je nu bent, maar veel verder. Dus eigenlijk voorbij de incarnatie die je bent. Voorbij uh, alle incarnaties, maar in de kern. Wie dat je bent, wie, wat, welke energie, wat betekent het om die energie die gesplitst is vanuit de bron, wie is dat? Nu, um, als Arthurieur zijnde heb ik sowieso heel veel respect en eerbied voor het menselijke proces en groei. Want wij weten uit ervaring dat balans, harmonie en eenheid eigenlijk het resultaat is van een hele diepe bewustwording. Alleen, dat maakt tegelijkertijd dat wij ook weten hoe belangrijk dat is om mensen uit te dagen. Om te triggeren in hun ego en om zodanig dat ze gepusht en geduwd worden om die mind te gaan stretchen. Om te gaan na te denken, om te gaan kijken van oké, okay, dat is het idee dat ik had, maar klopt het wel met die energie die ik in de kern ben? en dus de gevoeligheid dat we hebben um, om het verschil tussen wat dat iemand zegt en doet en de resonantie of de discrepantie eigenlijk met de energie dat ze zijn die fijne gevoeligheid hebben wij als Arcturius dus wij gaan in ons lichaam in ons weten helder horen, helder zien wat dan ook gaan we weten van waar dat het is dat mensen zich tegenhouden of waar dat ze eigenlijk zichzelf um, een stukje gaan voorliegen of bedriegen onbewust natuurlijk maar de bedoeling is dat we dus die mensen uitdagen. Waarom? Omdat ze dan hun visie en hun perceptie van het leven, en vooral van zichzelf, uh, verplicht moeten gaan verscherpen, verplicht moeten gaan bijstellen, zodat het wel weer in afstemming is. En dus met als doel, niet alleen het innerlijke, al de verschillende innerlijke dimensies te gaan uh, controleren, maar ook die uiterlijke dimensies. Wat uiteindelijk dan ook weer de eenheid in de ziel, innerlijke eenheid, en dan uiteindelijk ook Um, dus in de mens en dus uiteindelijk dan ook de mens in staat staat om vanuit dat hogere bewustzijn eigenlijk dit leven te gaan uh, vormgeven te gaan verbinden met alles wat is en dat is eigenlijk het punt waarom dat we mensen dan komen dat we zeggen dat ze het eenheidsbewustzijn het diamantenbewustzijn neerzetten in deze incarnatie deze incarnatie dat ze nu gekozen hebben als de belangrijkste voor een um, um, voor eigenlijk een volledige groei nu Wellicht weten jullie dat, of ben je er wel bewust van, dat niet iedere ziel dit pad gekozen heeft. Dus niet iedereen heeft gekozen om in deze incarnatie volledig bewust en volledig wakker te worden. En dat maakt het natuurlijk extra uitdagend voor de mensen die wakker worden, die echt daadwerkelijk wakker worden. Niet van die fluffies, geitenwolle spiritualiteit, zoals ik het vaak noem. Want dat betekent dat niet iedereen zal begrijpen waarom je bepaalde keuzes maakt. Dus laat staan dat, je, dat ze jou gaan ondersteunen. En daarom brengt jouw team, jouw sterrenfamilie, al de mensen die jou het beste kunnen gaan ondersteunen op jouw pad. En dat is ook een van de redenen waarom je nu uiteindelijk naar deze video aan het kijken bent en dat je op deze video terechtgekomen bent. Want er is een boodschap voor elk van jullie verborgen in deze en in de komende twee video's. Wat dat hier is, is voor iedereen anders. Ook ik weet dat niet. Want alles wat ik nu deel met jullie is ook een boodschap die gechanneld is. Zowel in deze video als in de volgende. Dus weet dat het ook niet uitmaakt hoe je deze video gevonden hebt. Is het omdat je al geabonneerd bent op mijn kanaal, of is het omdat YouTube het voorgesteld heeft of iemand anders het doorgestuurd heeft, het maakt niet uit wat jou hiertoe gedreven heeft. Het is een teken dat je klaar bent om dieper te gaan in je eigen bewustwording. Want hoe hoger je in de energie gaat gaan resoneren, gaat dus je frequentie is, dus hoe hoger je frequentie gaat gaan trillen, hoe dieper dat de schaduwen gaan zijn en je gaat mogen aankijken. En zeker nu met uh, de volle maan, laten we denken, uh, donderdag. Ja, 31 ja, donderdag. Um, worden we geduwd om opnieuw de hele diepe stukken aan te kijken waar we eigenlijk niet um, ja, tot nu toe eigenlijk weerstand tegen hadden. En dan zie je dat is iets wat ik vorige week heel hard zelf ook weer ervaren heb. Dus als je door een hele lastige periode gaat, nu in dit moment. Um, weet dan dat dit de reden is. Omdat het tijd is om nog dieper in je schaduw te gaan. Zodat jij ook een zuiver kanaal wordt voor de diamantenenergie die door jouw wilt stralen. En je weet het of je weet het niet, maar de diamantenergie is de energie van eenheid, is de energie van de bron, is de energie van waar je oorspronkelijk bent uitgeboren als ziel. Nu, het meest duidelijke signaal. Om uh, te bewust te worden dat je energie niet in balans is. Dus dat er ergens iets nog niet volledig in eenheid is, dat blijft je fysieke lichaam. Um, en jammer genoeg heeft de wetenschap ervoor gezorgd dat mensen eigenlijk niet meer vertrouwen op hun eigen kompas. En hierdoor dus veel te snel te raden gaan bij specialisten. En let op: geen oordeel naar specialisten natuurlijk. Het is goed dat die er zijn. Maar het is belangrijk dat we in eerste instantie de relatie met onszelf terug gaan herstellen. Want. Alle kennis dat die specialisten bezitten is eigenlijk ook slechts een samenvatting van wat anderen ooit ontdekt hebben via hun intuïtie en dat is in de relatie met zichzelf. En om te weten wat jij nodig hebt om meer geluk, meer rust, meer harmonie te gaan ervaren, is het noodzakelijk om die relatie met jezelf te gaan herstellen en het is belangrijk om jezelf opnieuw te gaan leren kennen. Dus je relatie met jezelf gaat niet enkel om liefdevol naar jezelf te gaan kijken, nee, het gaat veel verder dan dat. Je fysieke lichaam is eigenlijk het laatste signaal dat er iets uit balans is. Er is niets anders dat er nog overblijft aan, om, om vanuit je ziel te kunnen laten weten, of je team te laten weten van, hallo, er zit hier ergens iets en je kijkt er niet, je bent er niet bewust van. Dus elke disbalans ontstaat sowieso eerst in, um, uh, in energie. Zo ontstaat ook elke manifestatie. Dus ook elke disbalans. En... Door het feit dat veel te veel mensen die fijne dus met hun lichaam dus de verschillende hele kleine fijne veranderingen door buitenaf door energie van buitenaf um, niet meer um, op een goede manier begrepen en dus de kleine nuances in hun eigen energie niet meer opmerken zelfs, zou je kunnen zeggen dat uh, het universum ervoor gezorgd heeft dat mensen ook een heel diversum aan emoties gekregen hebben. Nu ook daar ging het verkeerd want emoties werden op een verkeerde manier begrepen. Emoties die slecht aanvoelden of die angst maken worden als gezien als fout of verkeerde keuzes. Terwijl dat er eigenlijk niet de juiste interpretatie van de emoties is. Hoe langer en hoe meer je jouw emoties dus op een verkeerde manier begrijpt, hoe groter de nood van je ziel om jouw echte disbalans te laten voelen. En dat zal dus dan gebeuren via je fysieke lichaam. Om hier te weten wat dan eigenlijk uiteindelijk de echte betekenis is, dan moet je eigenlijk een stuk terugkeren. Dan ga je gaan kijken van het fysieke... Wat zijn de meridianen? Wat zijn de uh, energiebanen? Hè? Dus we kijken naar de, via de natuurgeneeskunde, van wat zijn daar die stukken? Wat is ermee verbonden? Welk lichaam? Welke emotie? En zo kan je eigenlijk een stukje gaan traceren wat er echt diepgaande is in de energie. In jouw energie. Dus kijk naar de meridianen die op die plek stromen of die ermee verbonden zijn. Bijvoorbeeld als je uh, last hebt van je nieren dan moet je kijken naar de niermeridiaan. En die ligt niet diep in je, uh, in je lichaam, bij je nieren natuurlijk. Je kan ook je nier niet gaan masseren, maar je kan wel de niermeridiaan gaan masseren. Dus weet dat pijn in het fysieke lichaam altijd een teken is dat er een blokkade is in die plek. Die plek, of, verbonden, of het orgaan die ermee verbonden is, of de emotie die ermee verbonden is, of wat dan ook. Dus door die plek te gaan masseren, ga je er ook letterlijk voor zorgen dat er weer ruimte ontstaat. En dat er weer uh, energie doorheen dat lichaam gaat gaan stromen. Dat is hetgeen dat osteopathen bijvoorbeeld ook doen. Um, en tenslotte, voed. Het is belangrijk om te weten en te beseffen dat ons lichaam zich niet alleen maar met voedsel voedt. Um, maar eigenlijk nog meer nog met de energie van dat voedsel. Of de energie gewoon om, om jou heen. Waar dat jij je lettering mee voedt. De series die je nou kijkt, de muziek die je luistert, de gedachten die je hebt, de conversaties die je met mensen hebt. Eh, bijvoorbeeld um, uh, constant roddelen, constant naar het nieuws kijken. Al die negatief laagtrillende emoties, dat is dan hetgeen dat jij voedt aan jouw lichaam. Dus daarom gaat het ook niet zozeer over het voedsel dat je eet, maar wel over de overtuigingen, die ideeën, de gedachten die je hebt over dat voedsel. Hetzelfde met roken, hetzelfde met drinken, hetzelfde met, met seks, hetzelfde met alles wat je maar kan bedenken. Want alles wat je denkt, samen, gekoppeld met de kracht van de emoties, dat je aan die gedachten koppelt, die gaan ervoor zorgen dat je een voedende of een toxische energie gaat gaan absorberen, gaat gaan eten, als het ware. Dus dat is aan jou de keuze. Um, alleen vraagt dat natuurlijk om bewuster te zijn over wat je denkt. Dus die fysieke signalen zijn een teken voor jou dat er iets is. Dat je moet bewuster gaan, dat je naar binnen moet gaan. Dat je moet gaan luisteren naar je lichaam. En dat je jezelf afvraagt van, hoe komt het dat ik die gedachte heb? Is die ontstaan vanuit eerder ervaring, eigen ervaring? Of omdat je het overgenomen hebt op een onbewuste manier? Dus dan maar aan een copy-paste van je ouders of maatschappij of vrienden of wat dan ook. Um, zoals dat zeggen, eigenlijk meegekregen met de paplepel of met de moedermelk. Um, en op die manier kan je eigenlijk het proces een stukje gaan uh, transformeren. Ik wil niet zeggen omkeren, maar gaan transformeren. Um, afhankelijk van hoe ver dat de fysieke signalen zijn of fysieke klachten of ziektes zijn, ga je een stukje zelf kunnen helen. Maar dat betekent niet altijd, um, um, en dat is echt van persoon tot persoon afhankelijk, dat je eigenlijk volledig opnieuw terug kan genezen. Het kan. Maar dit hangt er vanaf van wat je ziel net gekozen heeft en wat dat de ziekte waar, in welk stadium dat staat en uh, verder. Dus let op. Dat is een kleine disclaimer natuurlijk. Uh, je kan heel veel transformeren met energie, heel veel genezen met energie, maar het hangt er vanaf waar jij denkt wat je overtuigingen zijn. En wat het onderdeel of het stukje is in het grotere plan van jouw ziel als les. In ieder geval, nu dat je begreep waarom dat fysieke signalen altijd een teken zijn van je lichaam dat er een disbalans is en je valt, ga je ook al begrepen waarom dat het bewust is om hier bewust mee te leren omgaan. En in de volgende video gaan we daar verder mee aan de slag. Die video komt er morgen aan. Mag ik ze zeggen? Ja, dus morgen, in de loop van de week als de technologie het toelaat. Um, dan gaan we daarmee aan de, de slag. Ik vertel je ook meer over hoe je emoties dan wel moet gaan leren begeruik, eh, gebruiken. En ik ga jou ook leren in de komende twee video's hoe je daar dan die stukken, emoties, de gedachten en hoe verder op een hele eh, eenvoudige, moeiteloze manier kan gaan transformeren. Zo, dat was het voor nu. Ik hoop dat je er alvast heel wat inzichten aan hebt gehad. Dus kijk uit of abonneer of like of zorg dat je op de hoogte blijft van wanneer dat de komende twee video's eraan komen. Dus online komen. Uh, en uh, dan zie ik je alvast in de volgende video. Dag!